is woensdag en ik ben wakker. Ik heb gedoucht en ik heb mijn run outfit aan voor straks om 12 uur op de Tessier gaan we hardlopen. Maar ik dacht, ja, weet je, ik trek het alvast aan. Dan kan ik hier in gewoon mijn ding doen. En de planning van de dag. Ik ga een beautycloss video opnemen. En dat wordt later na het rennen ga ik me opmaken en klaarmaken en zo. Dat wordt dan een soort van kletsen, opmaken en kletsen. Daarna vanavond naar de Boxing Stars aflevering de vierde alweer. En dan zeg maar, zijn zeg maar de eerste rondes voorbij. Dus ik heb er echt super zin in. Ik kreeg laatst deze waterfles binnen. En ik vind hem bijzonder. Wat vinden jullie ervan? Zo'n spikies of zo? En hij is van glas. Dat vind ik wel heel tof. Dus dit is mijn nieuwe fles. Hij past alleen waarschijnlijk niet in mijn auto... waterding. Dus dat is dan wel weer jammer. Ik doe dus bij een koffiezetapparaat. Ik weet niet of meer mensen dit apparaat ook hebben. Maar in het begin gaat het toch altijd van dat spul zeg maar schoon spuiten. Dus ik heb altijd het meeste onder. Of een random glas. Kijk, warmt hij op. En dan gaat hij crap spuiten. Leuk verhaal weer dit. Ik weet niet waarom. Ik was gewoon benieuwd of meer mensen het zo deden of een andere techniek hadden. Dit maar. Kijk, pak, gaat hij. Spoelen maar. Eigenlijk probeer ik een bakje er altijd onder te houden, want soms gaat hij zeg maar random spoelen als hij uit, of als hij aanstond. Ja. Hey Foefje. Hallo. Zo, dat klonk echt. Hallo. Goedemorgen Foef. Goedemorgen. Kijk, dan gooi ik dit weg. En dan gaat ze koffie voor me maken. Ja. Normaal maakt Foef altijd... De koffie. Oh, ik voel altijd de koffie. Ja. Nou, it's a miracle. Koffie, of althans melk nu. Ik had net een pak verrotte melk. Dat is heel fijn. Na drie keer denken, waarom komt het er niet normaal uit? Ik dat de melk niet meer goed was. Ik heb het hele systeem zitten reinigen en zo. Maar daar is het. Fresh cream havermelk. Oh, lekker. Yummy. Welke is dit? Ja, dat weten jullie wel toch? Buiten hardlopers zijn helemaal niet handig dat ik deze legging met gaatjes aandoe, hè? Nee, ik ga even een andere aan doen. We hebben van Maid dit cadeau gekregen. We bestellen daar echt zoveel. Dit is een soort van minimalistische beauty spiegel. Ik vind hem heel cute, alleen ik vind toch die bronzen leuk. Dus ik ga deze in het toilet zetten. Ook een handig spiegeltje. Kijk, tadaa. Hoe leuk. Ja, weer een spiegel hier. Wel, hier is hier een spiegel. Maar toen heb ik dit neergezet, wat ik echt veel leuker vind. En het bedekt dit, zeg maar. En nu hebben we weer dit. This is er. We gaan weer rennen. We gaan rennen. En ik heb hier shit alleen. Oké, there we go. Oké, ik heb een uur hard gelopen. Ik moet ook zo'n jasje gaan kopen. Het is wel echt heel chill. Yes. Oké. Ik ga heel veel achter de laptop werken. En dan ga ik strakjes filmen. Ja. Ik ben dus even mijn mail aan het doen. En ik heb eigenlijk een beetje de ontdekking gedaan dat ik gewoon meer op mijn mobiel aan het werk ben tegenwoordig dan op mijn laptop. Op mijn laptop doe ik editen. Thumbnails maken. Maar zelfs mijn mail doe ik vaker op mobiel. Want ik zit nu in mijn mailbox daar. Maar dan moet ik toch iets mailen. En dat ga ik dan toch via mijn mobiel even doen. Want ik heb dat op mijn mobiel staan. Het is echt niet normaal. Echt. Het is gewoon handig. Ik zag laatst kreeg ik echt zo'n melding dat ik iets van 8 uur per dag op mobiel zit. Het klopt. Ik ben gewoon altijd op mobiel bezig. Always. Maar ik vind het ook gewoon chill. Oké, het is 14:40. Het is nog vrij vroeg. Wij gaan om 6:30 vertrekken. Ja, we hebben echt al tijd zat. Want ik moet de beautycloss video doen. En ik moet nu naar de winkel om iets te filmen voor een campagne. Het is voor een Insta story. Dus klein. Maar ik moet dat nu gaan doen. Ja, ik ga dat nu doen. Beter nu dan dat ik mijn hele look opneem en dan dat ga doen. En dan... Nee. Ik heb toch alle tijd nu. Dus let's go naar Kruidvat. Even omkleden. De geur die ik opdoe, terwijl ik even de deur uit ga, is een nieuwe. Deze. Eau de Parfum. Girls Can Do Anything. Zet ik even op deur. Hoe vet is deze nieuwe teddyjas die ik van Josh heb gekregen. Superleuk. Het is een beetje licht roze. Ik weet niet, lijkt een beetje ergens tussen beige en roze in zit het. Goed. Go to the store. Oké, daar ga ik. Even een story opnemen. Ik heb gelijk even boodschappen gedaan. En we gaan nu naar huis. Oké, wat ik nog moet doen is Pieceloos video opnemen, vlog editen en een video uploaden. En dat is het. Het is nu 4:15. Ik heb hier lekker een mocht met thee. Ik ga naar boven. Ik ga filmen. Oké, even kijken hoor. Oeh, het is altijd heftig als het licht aangaat en dan wordt het altijd winter. Kijk. Oh, jullie kunnen het nu zien in de spiegel. Wacht, normale spiegel zo. Dit is wat ik nu zie. Hoe gaat dat? Een soort van donker is, hè? Ongelooflijk. Gaan we hem even zo doen? Hoe gaan we de video opnemen? Zo, denk ik. Weet je wat echt een ding is? Altijd als ik deze video's opneem, dan heb ik een probleem met mijn spiegel en het scherpste lijst. Stelt heel vaak scherp op dit ding. En dan dus niet op mij. En dat wil je wel met beauty video's. Dus...
Ik moet altijd proberen. Soms zie je een micro randje en dan ben ik al de Sjaak. Ik zou eigenlijk dat statief ietsje hoger willen of zo. Maar... Zo, ja. Is dat echt zoveel verschil? Het is zo altijd, zeg maar, als hij recht naar voren staat, dan staat hij zo. Dus ik doe hem naar boven. Dus hij is eigenlijk ietsje van onder gefilmd. Idealiter wil je juist ietsje hoger. Maar mijn andere statieven, ik heb iets van 4 statieven, die zijn allemaal weer op hun eigen manier te hoog eigenlijk. Wacht, kijk of ik iets een boek of zo eronder kan doen. Zo is hij meer van voor. Zou misschien wel gaan werken. Zo, hij staat nu op de sieradendoos. Of een foefje. Ik denk dat dit wel een goede is. Maar dit is weer te wit. Dit is weer... Hoe gaan we dit doen? Damn, nee, want die lamp moet zo staan. Dus dan moet hij eigenlijk een beetje meer zo. Ah, daar is de spiegel weer. Ja. Oké, wacht. Ja, dan gaan we de lichtbalans lager zetten. Een beetje meer zo. En dan zijn we er. Een kaarsje achter me zitten. Wow, ik heb ook echt hier een puist. Toppie. Even lekker deze achter mij plaatsen. Die moet dan hier. Is dit leuk? Iets meer zo. Zo. Yes. Oké, ik ben klaar met filmen. Dit is de look. Oep, dat licht ook. De kaars gaat uit. Dit is hoeveel ik gefilmd heb. Foefje. Ik wil even kijken wat je van mijn look vindt. Wat vind je ervan? Kijk, mijn lippen zo. Ja, lijkt het. Ik zat nog te twijfelen of je in één keer dan boven ook turquoise ging doen, maar dat is beter sowieso. Ja. Hé! Hey. Wat? Dit past. Ja. Ik vind dat ik ook mijn crop top aan moet. Ja, sowieso. Mm. Ik vind het ook heel ruik lekker, schat. Thanks. Ja. Oh my gosh, hoe creamy ziet mijn courgette pasta eruit. Oh, super yummy. Dit gaan wij eten. Oké, Tess komt er zo aan. We gaan er zo goed door. Ik heb een video geüpload. Ik moet alleen nog een vlog editen, maar dat doe ik vannacht voor. Ik slaap wel. Schoenen. Ik heb uiteindelijk mijn Cortez erbij gedaan. Die zijn altijd wel lekker. Ja, die broek moet even ietsje lager vallen. Zo, dan klopt die weer. Yes, nou daar ga ik. In echte ultra korte crop top. Als ik onzeker word, doe ik hem gewoon dicht. We zitten in de auto met z'n drietjes. Tess is erachter verstopt. Onderweg naar Amsterdam. En we zijn weer bij Boxing Stars. Leuk. Dit is behind the scenes, zeg maar. Hier is allemaal eten. Hier is de crew. En hier zijn de kandidaten. Het leuk om hier te zijn. Wat is het? Daar zitten we weer. En we zijn de enige in dit pak op het auto. We zitten vooraan. Dit is voor het eerst vooraan. Kijk dan. Hoe kicken. We zitten in de pauze tussendoor. Het is echt super nice. Met een mango sweat. Ik heb het eten maar aangegeven. Dit is zeg maar de realiteit hoe het gaat. Terwijl de reclames bezig zijn. Hier, dan zie je zo de tijd staan. En dan gaan we zo weer verder. Wij zijn weer thuis. We zijn weer thuis. Yes, het was leuk. Yes, het was leuk. We komen kijken als Michael weer moet. Het ziet er zo leuk uit. Thanks. Alright, wij zijn thuis. Ik ga de vlog afsluiten. Ik moet alleen nog even de vlog editen. Vlog afsluiten, vlog editen. Vlog editen die morgen online moet, maar dat ging ik niet doen. En het is nu 23:40, dus snel doen en dan naar bed. Dus wel trust, bedankt voor het kijken. En tot morgen.